Thank you.
Hoofd tegen de bocht aanbeukt. En we hebben links. Vader Cosmo
En in het midden hebben wij Andrea Cocomacci. Hij is overgekomen uit Italië en hij werkt al vanaf 2006 bij Windtour. Hij is van de hoofd. We moeten er even op attenderen dat hij Engels spreekt en dus vanavond een commentaar in het Engels gaat geven. We willen het wel vertalen voor u, maar doen we dat. Zoals u ziet heb ik hier een groen briefje in mijn hand. Dit briefje gaat u vanavond nog nodig hebben, want dat zijn namelijk de stembiljetten waarop u uw stem voor de favoriete kandidaat kunt uitbrengen. De stembiljetten krijgt u van de laatste met een pen. De kandidaat met de meeste stemmen krijgt een erg leuke publieksprijs. We weten ook nog niet wat het is, maar dat horen we dan. En dan kunnen we nu met een echte feest gaan beginnen. Het podium wordt vandaag horizontaal, verticaal, diagonaal, oraal en anaal. Zeg Casper, wat waren vroeger jouw lievelingsprogramma's? Pokémon, Totally Spies, Beugelbekkie, Pippi Langkous. Erg gevarieerd. Heb je wel eens van Samson en Gert gehoord? Natuurlijk, dat is die verrekte pleurisond met zijn kapotte vel. Dit is nu tijd voor een stukje jeugdsentiment. Mag ik u voorstellen aan Gijs en Ruud? Samson en Gert. Wij zijn hier vandaag bijeen voor een nieuwe aflevering van Samson en Gert. Voor de verandering gaan zij weer eens meedoen aan een talenttheater. Yes. Maar zeg, hé, waar is die gekke hond alweer gebleven, zeg? Heeft hij aan die vorige talenttheater meegedaan, hè? Zijn beroemd geworden, heeft hem meteen capsones gekregen. Maar goed, ik heb een ideetje. Als we met z'n allen tot 3 gaan tellen en dan keihard Samson roepen, dan komt hij vanzelf. 1, 2, 3, Samson! Samson! Waar ga je hier boven zo? Maar Samson, wat doet jij daar boven, gekke hond? Wat? Ik was een beetje te laat zo. Te laat? Wat dan de groei toch een kerstje?
ander dan. Wacht, spring maar even naar beneden. Samson, waar is hij? Samson, is alles nog goed? Leeft je nog? Samson, leeft je nog? Mwah, dag iedereen! Maar Samson, gekke hond, wilt jij mij nooit meer zo laten schrikken? Ik schrok me helemaal kapot, hè! Mwah, sorry, dat was ook niet mijn bedoeling. Maar Gertje, moet je eigen nu vastslijmen zo. Lijmen, Samson? Wat dan bedoel ik toch ook? Maar waarom zou ik mij in godsnaam vast moeten lijmen? Nou, omdat je kapot geschrokken bent. Maar Samson, dat bedoel ik toch helemaal niet, hè? Alleen ik bedoel, wat er klopt iemand in de lucht? Maar Gertje, hoezo bedoel je dan dat er iemand in de lucht klopt? Alleen dat bedoel ik toch helemaal niet. Ik bedoel dat er hier iemand in de lucht klopt. Allee, ik ben al binnen, want de deur die stond er niet, hè. Dag iedereen! Mwaa, dag meneer Spaghetti! Maar meneer Spaghetti, wat kom jij hier eigenlijk doen zo? Allee, ik kan niet meedoen aan een talentenjacht zo, hè. Ja. Maar meneer Spaghetti, is hier dan een studentenpracht vandaag met rubriek? Een talentenjacht met publiek, Samson. Ja, dat bedoel ik toch ook zo. Maar meneer Spaghetti, wat is jouw pralent dan zo? Allee, ik kan ze heel goed opera zien, hè. Maar mag ik jou nog even eigenlijk een vraag stellen zo? Ja, dat mag. Want zit er ook eigenlijk bij die talentenpracht wel heel echt een slurrie bij? Een jury, Samson. Maar ja, dat bedoel ik toch ook, Gertje. Gertje is hier helemaal niet, meneer Spaghetti. Ja? Ik ben een beetje zenuwachtig van al die vele mensen die er laat komen. Normaal dan heb ik alleen maar vier mensen thuis en ik ben zenuwachtig van mijn moeder. Ja, daar zit een echte jury bij en daarom ga ik hier mijn talent laten zien, want dan kan ik een lekkere slagroomtaart winnen zo. Maar meneer Spaghetti, waarom kun je daar zo'n echte slagroomtaart mee winnen dan? Ja, dat kan. Maar wat is jouw talent dan? Allee, ik kan zo heel goed opera zingen, hè. Let maar eens op. Opera! Allee, dankjewel, hè. Maar ik denk toch zo'n heel stuntje in mijn hoofd, hè. Er klopt iemand in de lucht. Ik ben via de achterdeur, want de voordeur staat er niet, hè. Dag, vrienden. Mwah, dag, meneer de Raaf. Dag, Samson. Dat jullie nog niet verkouden zijn met die tocht hier zo zonder deur, zeg. Oei, is die druk? Ja, dat is een krentenvraag vandaag. Een talentje, ja. Wat dat bedoel je ook, meneer de Raaf? Allee, talent hebben, hè. Dat is toevallig een van mijn specialiteiten. Nee, Miranda, die zegt dat ook altijd, hè. Wie is Miranda? Ja, dat weet ik ook niet, hè. Ik heb die nog nooit gezien, hè. Oh ja, dat staat hier in mijn script, dus ik zeg dat maar. Maar meneer de Raaf, wat is jouw talent dan zo? Allee, ik kan zo heel goed Frans Duits zingen, zo, hè. Let op, hè. Je denkt maar dat je alles haakt van mij. Ik zit hier in een kooi. Amai, dat publiek kan dan nog beter dan mij. Om meneer de Raaf zingen vind ik altijd niet een van jouw specialiteiten. Zeg, hou je stil en voel op het groen. Allee, dat vind ik niet eerlijk, hè. Ik ging al zingen en die talentenjacht winnen. Maar nee, ik ga winnen en die talentenjacht winnen. Allee, nee, ik ga winnen. Nee, ik ga winnen. Mooi, ik raak een beetje in de bar zo. In de wat, Samson? Wat dat bedoel ik toch? Ja, ik ook, hè. Maar, hè, zo'n slagroomtaart, hè, dat doet mij zo'n beetje aan vroeger denken. Maar meneer
zo'n beetje aan kroegen denken? Nou, omdat vroeger, hè, als mijn mama altijd zo'n lekkere slagroomtaart bakte, dan mocht ik altijd de slagroom van de lepel aflikken. Oh, meneer Spaghetti, waarom ben je dat lekker om zo de slagroom van jouw moeders tepel te likken? Tepels likken is toevallig een van mijn specialiteiten, hè. Oh, Octave, dit gaat echt veel te ver, hè. Maar waarom dan wel? Ja, Maar de telefoon trinkt. Maar Samson, ik hoor je maar geen telefoon. Ja, maar hij slaat ook op de wereld, want we mogen op school niet op de telefoon. Wat met Samson? Maar, en ook met mij, hè. Maar ook met mij. En ook met mij. Maar is dat echt een grote wat jij aan die telefoon zegt? Wauw, wat jammer. Maar oké, daar. Maar ik ben een beetje triestig zo. Triestig, Samson? Ja, dat bedoel ik toch ook. Maar waarom ben je dan zo triestig? Nou, ze hebben de krentenvracht afgeblaft. Hebben ze de talentenjacht afgelast? Ja, lap zeg. Dan kunnen wij niet meer meedoen. En dan kan ik geen lekkere slagroomtaart meer winnen zo. Maar misschien hadden we dan al een idee als we volgend jaar misschien mee kunnen doen zo. Oh nee, dat vind ik een goed idee, hè. Maar niet ook. Nou, laten we dat dan maar doen, of niet, Samson? Ja. Tot volgend jaar, iedereen. Supergoed. Ruud, een klein puppy ben je niet in het echte leven. Volgens mij de langste van de hele opleiding. Dat zag er echt geweldig uit. Voor mijn dochter zou ik zo meenemen en dan mag ze een keer met jou gaan wandelen. Ja, dat is een mooi commentaar. Ja? Je gaat nu het woord naar onze Italiaan. Hi, hi. Hello everybody, I'm sorry for my Dutch, it's a little English accent. But I'm Andrea from Winter, and I mean, even if I didn't know the sketch, the original one, I can say that it's never easy to get to reply one imitation. And I really like the changing of the voice, something that I really like. And even if I didn't understand the entire jokes or the sketch, you get the message. You give something. This is a cabaret, and I think well done. Thank you. Ja, tegenwoordig moet allemaal snel en veel afwisselingen hebben. Alleen voorstellingen, jullie doen het lekker rustig aan. Dit is een verademing, een beetje op zijn Toon Hermans. Ik vond het heel goed. Dank jullie wel. Soepele bewegingen. Ze hebben
Ze hebben elkaar ontmoet bij Floor Burning in Weert. En ze laten vandaag aan hun moves zien. Geef een groot applaus, Leon en Joep. Gaan zitten. En dan hebben we nog even een regel van
van huishoudelijke aard voor alle mannen. U mag dadelijk in uw handen kwijlen of over uw vrouw heen, maar liever niet op de vloerbedekking, maar nog wat glad en dat trekt erin. Ja, en Anita en Karin vinden dat niet zo prettig, want dan haalt u haar op de nek. En dat wilt u echt niet, geloof mij. Qua gewicht dan. De volgende act, dat is een hele grote groep knappe jonge meiden. Like you, Ben. Here we go. And we're rolling.
jullie Dutch, jullie commentaar. Veer, wat bedoel je met humor bij het intro? Ja, te laat begonnen, maar volgens mij heb ik niet echt gemerkt, of wel? Dan doe je het goed, toch? Ja, ja. Ik vond mij langs wel, maar ik kreeg al kippenvel bij het intro. Ik vond het zo mooi. Ik denk, hey, weet je wel, dat herken ik. Dat is echt super. Voor de dames op de achtergrond ook heel gaaf. Weet je, leuke mooie kleding aan allemaal, mooie glitters. Ziet er super leuk uit. Origineel dansje. Ik heb wel één tip voor Veren, maar eigenlijk voor de hele groep. Je laat het publiek staan. Mag je zoiets laten doen? Misschien stonden ze met de mond open te kijken, maar ze is nu zo stil. Laat ze even dansen. Ja? And I really like the sketch, even if there was something wrong in the beginning, the opening, but I really didn't see so much, because the rest was for me perfect. I really liked the crew on the stage. For me the stage was full. You made an entertainment. That's what I really appreciate. It was lovely to see, and also the combination of singer dancing. I can imagine it's not so easy also for the dancer to 16 people dancing and was a kind of always almost synchronized, so congratulations, thank you. Ja dames, de vorige keer heb ik iets gezegd van dat ik trots op jullie was. Dat kan ik deze keer nog een keer zeggen, ik ben nog trotser. Ik moet zeggen, ik begrijp nou des te meer waarom jullie je huiswerk vaak niet af hebben. Jullie hebben heel veel voorbereiding nodig gehad voor deze act. Dus jullie zijn wat dat betreft geëxcuseerd. En vanaf nu dus niet meer. Jullie hebben ook al dezelfde kostuums. Ik weet niet hoe jullie dat van elkaar hebben gekregen. Ja, nee. Dat is Girl's Secret. Ja, nog zo. Ik moet zeggen, het was nagenoeg perfect synchroon, dus de tijd is goed voorbereid, of de tijd is goed gebruikt bij de voorbereiding bedoel ik. Velen die begon net iets te laat bij het intro, maar dat heeft niemand gehoord. Ik wel, omdat ik het nummer ken, ik heb het vroeger gehoord, ook zelf gespeeld. En ik heb erbij gejongleerd en gedanst en getipdanst, dus ik weet niet hoe het is. Nee, maar je pakt het zo snel op dat inderdaad de meeste mensen niet gehoord hebben. En ook je stemgebruik was heel professioneel, achterloos. Zo, ja, ik ben erg onder de indruk. Dank jullie wel. Nee, ik ook niet.
Even een vraagje, had je de vorige keer ook partituur voor je? Ik kon niet herinneren. Ja, ja, ik heb het. Was toen niet opgevallen, misschien dat ik aan de zijkant zat toen. Maar ook nu weer, ja, ik vind het heel knap dat je op één trommel zoveel variatie kunt brengen. Is het ook hetzelfde drumstuk als de vorige keer, of niet? Ja, oké. Okay. Dat heb ik niet herkend, maar dat zegt ook iets over mij. Ik vond het echt, meen serieus, heel knap. Dank je. Juist, Bas, super. Een paar weken geleden liep je nog met mij door de straat. Met een hele grote groep en die sta je hier in je eentje op het podium. Weet je, ik ga heel graag naar live muziek luisteren en kijken in de stad. En ik ben acceptief, ik kijk de hele avond naar de drummer en de andere instrumenten die interesseren mij niet zo heel erg veel. Ik vind dat echt spectaculair, drummer. Ja, super, heel gaaf. Misschien een tip. Zoek nog meer muzikanten hier op de opleiding. Dan start een bandje. Met meer geluiden dan wordt het nog meer spektakel. Maar echt super. Ik ben helemaal enthousiast. But maybe one tip, that if I can say that for a talent show final, I maybe should have chose a little bit more power song or a little bit more
like a song that you could involve also the audience. That's my only tip, but for the rest, really congratulations and good luck. Thank you. Ik geloof dat ik de vorige keer ook iets heb gezegd van het, je hebt echt een hele goede stem en een hele goede timing. Waar je wel nog aan moet werken is aan je techniek, met name bij lagere tonen. Daar stopt de ademhaling, dan merk ik dat je aan het knijpen bent. Ook wat nummer betreft, het is ook nu weer een heel moeilijk nummer. En daarbij moet ik zeggen, als je het origineel hoort of mensen die hoort een band spelen, er zit een heel veel effect op de zang, wat het een beetje, hoe zeg je dat, voller doet klinken. Dit is qua stemgeluid heel kaal. En dus, Veerle, je hebt absoluut talent. Alleen, zeker ook gezien je leeftijd, je hebt nog qua techniek een stukje te gaan, maar zo'n talent kom je op jouw leeftijd niet vaak tegen. Hè? Veerle, ik zal het kort houden. We hebben net een drummer gehad, we hebben een zangeres voor de band. Nu nog even wat andere artiesten en we gaan starten. Super. Een groot applaus alsjeblieft voor Veerle. I'm not trying to make it.
heeft het longetjes volgezogen met nicotine, heeft het alcohol naar binnen gegooid. Even een melding van technische aard. De spots in de voorste rij die zijn kapot. Omdat dat al merkte toen ze de hele tijd aan het knipperen waren. Maar goed. Onze volgende act is een kandidaat die vorig jaar de finale gewonnen heeft. En hij begeleidt zich vanavond hier, live, met gitaar. Hier is René Segers. Onze volgende act. Thank you.
komt u niet? Voor die opera zang op het laatst. En nu mevrouw, een groot applaus voor deze mevrouw. Jongens, voor de presentatie, jullie zijn iets heel belangrijks vergeten. En dat is... We hadden net een heel gaaf optreden van René. Klopt, René komt eigenlijk nog terug. Maar krijgt hij geen commentaar? Jawel, op het einde. Want, oh. Want hij is er wel al van vorig jaar en hij komt eigenlijk nog even, of nu, vertellen. Oké, nou ja, goed. René, wat heb je nog allemaal gedaan als je het gewonnen vorig jaar? Heb je nog veel optredens gegeven omdat je hier vorig jaar hebt gewonnen? Nou, ik treed bijna iedere dag op bij de Kevin Brenner. En ja, en vorige keer speelde ik zeg maar alleen gitaar en deed tweede stem. Dus nou wil ik echt laten zien hoe ik kon zingen. Kijk, en heeft u dat gedaan? Ja. Wil de jury graag wat zeggen dan? Ja, hij stond namelijk op ons lijstje als een van de kanshebbers. Dus ja, ik wilde toch zeker iets zeggen over René. Altijd een heel gaaf nummer. Natuurlijk ver voor zijn tijd. Maar als je dat weet je, op zo'n jonge leeftijd kan spelen en zingen, dan is het echt, waardeer ik dat heel erg. Hoog en laag de stem. Laag was, ik kon niet heel goed verstaan, het hoge wel weer extra goed. Jouw ervaring op het podium echt geweldig. Je straalt echt uit dat je het leuk vindt en je swingt op en neer. Ik zou een kleine tip. Probeer het publiek erbij te betrekken. En dat met je ook dat, dat weet je, ik geniet daarvan. Ik wil dansen, ja, als ik hier in mijn eentje. Hè? Nou, dan ben je bij twee. Goed zo. Super, René. Ja, ik heb ook nog heel veel aan toe te voegen. René is gewoon heel professioneel, dus het komt wel. Dankjewel. Bij ons en bij deze juffrouw Marionne is deze dans speciaal voor u. Girls, we run the world. Girls, we run the world.
en heren, na dit toch wel trieste bericht een spetterend optreden. Mag ik daarvoor nog een keer een heel groot applaus. Ja, hallo. Hi, Valerie. Hi, Bob. So, I really liked the song. I really appreciate also the choreography. Very powerful. It's also, can imagine, it's not very easy choreography. I know. But if I can give you a tip, I think that the act was a little bit missing in the middle. It's not because of you. But I really like the dance like in a mirror, but for me it could be even better with the one freestyle dance in the middle just to make it complete. But for the rest, anyway, congratulations. Thank you. Ja, Andrea bedoelde dus dat het moest eigenlijk één persoon draaien, een man of vrouw, die in het midden iets in het freestyle was. Ik vond ook de choreografie echt heel overtuigend, het past perfect bij het nummer. Ik was hier van indruk. Dankjewel. Ja, je moest ook voor mij echt zoveel power en zoveel controle over de beweging. Hè? En wij als entertainment hebben dansen ook, maar daar kunnen wij niet tegen op. Super, echt complimenten. Podium helemaal gebruikt, alle kanten, alle hoeken. Super. Gaaf. Dan gaan we een groot applaus voor Bona van Rien. Dankjewel. Een duo, een koppel, een stijl, een paar, een team? Nou, dat niet, maar we kibbelen wel als twee oude wijven. De volgende act laat zien dat ze erg goed kunnen samenwerken. Het zijn twee knappe mannen hier van de Roy Panner. Ze kennen elkaar al 4 jaar en de laatste 2 jaar zijn ze close geworden door middel van muziek. Leon is de duizendpoot van het stijl en bespeelt alles wat maar muziek kan maken. En Menno zingt al eerder dan dat hij kon praten. Mag een groot applaus voor Menno en Leon.
song when it starts to show. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you feel low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Die hadden wij in de planning zitten. Ook een tip voor andere mensen, dat voor een beetje aan toe te voegen, dat biedt echt een beter geluid. Ik vond het heel goed gaan, er zat ook flink wat dynamiek in het nummer, kwam ook goed uit de verf. Af en toe zat je een klein beetje naast, maar daar ben ik jury voor, daar moet ik iets over zeggen. Maar ik vond het heel overtuigend, goed gedaan, echt. Ik zie je als een positief kritiek. Ja jongens, we zitten al een paar jaar bij elkaar in de klas, we kennen elkaar zo goed en ik vind het gewoon heerlijk om te zien om van twee klasgenoten dit op een avond op het podium te laten brengen. Echt geweldig, respect. Super. En ook jullie hebben fans van bovenin. We zijn al heel erg bezig, dus ja, ik denk niet dat alleen onze fans zijn. Denk ik. Zeker entertainen. Deze twee kandidaten kennen elkaar van school, ze koken lekker samen en ze zingen daarbij nog ook eens prachtig. Hier zijn Chantal en Stefan. Here. Now scream, whoa.
dat we van eerst even opgebouwd. Moet even naar voren, denk ik. Staat er een draad? Yeah, so the jury. Okay, Chantal and Stefan, very nice song, very nice. I really like the atmosphere on the stage. We're working a lot. That's very positive, and also some acting. That's also very important for me. And with Stefan, if I can give you a tip, if you like to sing, just go for it, because even if you maybe still miss a lot of still some technique. But I can see that you like, and you don't have a problem to go on stage, even if it's not 100% perfect. I think you entertain me. Thank you. Thank you. Jury is in gevecht met een microfoon. Ja, ik heb gewonnen. Stefan, Ossebollen? Melkbollen. Je hebt een goede stem. Alleen je was 80% van het nummer aan het zoeken naar de juiste tweede stem. Je wilde de tweede stem gaan pakken. Het is ergens op ongeveer de helft is je wereld gelukt. Gedurende 10 seconden zaten jullie perfect in de tweede stem. De vorige maand niet zo. Goed zat vandaag. Goed zat, ja toch? Possible. Chantal, ik heb jouw stem nou voor het eerst goed gehoord. In tegenstelling tot het vorige nummer en vorig jaar. Daar moet je meer gaan doen. Echt. Je hebt een hele goede stem. Het was heel goed, maar ik merkte op het moment dat jullie met de tekst bezig waren, dat jullie een beetje stil vielen. Op het moment dat er geen tekst was of wat dan was, kwam het er helemaal los. Dus best wel nog iets aan de oefenen en dat wordt heel goed. Wil je hem maar na te doen hoor, dat is moeilijk. Is goed, goed. Ja, jongens, dat was eigenlijk een totaal als mijn tekst. Probeer dat dit nummer maar eens na te doen. Ik ben echt een reuze fan van Robbie Williams, of vroeger iets meer dan nu. Maar echt respect, weet je wel. Jullie hebben het publiek entertained, de jury hebben jullie entertained. Het zingen was niet altijd het allerbeste, maar vooral het entertainment. En daar ben ik natuurlijk voor. Entertainment, super, leuk. Heel erg bedankt voor Chantal en Stefan. Just take my hand, ooh.
het jurybraad. Hé, hey, zij is goed met een paal, of niet? In ieder geval beter dan ik. Gaan we nu even naar het jurycommentaar. Juist, Lara. Je staat erboven, hè, uniek en vernieuwd voor de Roy Pannekom Talent. Ik vond het fantastisch. Het was zo mooi. De muziekkeuze, echt heel gaaf. De oefeningen, de bewegingen, de manier van uitvoeren van jouw dingetjes in de paal. Echt heel spectaculair. Super. Very congratulations. What to say? It seems very difficult to do. Was very impressed and really congratulations. Thank you. Ja, maar het is inderdaad atletisch wat je daar laat zien. Het is niet alleen maar een dans of een act. Het is ook turnen, atletiek. Nee, atletiek staat er trouwens nergens op. Het is turnen natuurlijk. Hoe je erop springt, dat is nog iets. Ruben, shut up. Lara, echt, we krijgen nog echt moeilijk dadelijk met juryberaad, omdat wij appels met peren, met bananen, met druiven moeten gaan vergelijken. Maar jou echt heeft zeker indruk gemaakt. Dank je wel. Kijk eens even hier. Zo Kasper, dat is snel gegaan vanavond. De avond is voorbij gevlogen. Ik zie al dat de lieve jury in conclaaf gaat. En dan hebben we ook nog een opdracht voor u, dames en heren. U krijgt eigenlijk allemaal zo'n briefje uitgedeeld. Daar staan alle verschillende acts op die u vanavond heeft gezien. En met een pen kunt u aankruisen welke act u persoonlijk het leukst vond. Dan halen we die later vanavond op. En degene die de meeste stemmen heeft, die krijgt de publieksprijs. En de publieksprijs, dat is nog een verrassing. Dat weten wij zelf nog niet. Dus dat is nog een verrassing voor u. Maar dat zullen we later op de avond nog bekendmaken. Dan hebben we nu ook voor u al ontdekt talent. Zij doen niet mee aan de talentenjacht, maar ze komen puur laten zien wat dat ze in huis hebben. Het zijn de hete boys van Flex. Moest ze wel op opgeladen delen om het goed uit te spreken. Ze laten u ook mogen zien. Ze doen ook mee aan het Nederlands kampioenschap. Stil zijn ze vanavond niet geweest, hè Kasper?
veld. U heeft hartstikke uw best gedaan. Gezellig in een ballon boven Eindhoven en omstreken zweven. De winnaar van de publieksprijs van de Rode Pannenkoek Talent zijn... Menno en Leon! Thank you.
willen iedereen van de kandidaten bedanken en ook van de organisatie bedanken. Maar, en de jury natuurlijk, die